Hallo, ik ben Mel van den Berg en ik laat zien hoe je een FTP-verbinding kan mounten als drive-letter onder Windows. Allereerst hebben we NetDrive nodig. Dit is een gratis programma voor Windows om dit mogelijk te maken. Dit programma kan je gewoon downloaden op de website netdrive.net. Zodra dit programma gedownload en geïnstalleerd is, start deze al dan niet automatisch op of deze is te vinden in het menu hier onderin. Of normaal gesproken rechts onderin. Zodra je dit scherm open hebt, kan je bijvoorbeeld een nieuwe site toevoegen. En dan wordt er gevraagd om een naam. Wij kiezen bijvoorbeeld voor Big Collection Storage. Hoewel deze naam kan je zelf verzinnen wat het is. Vervolgens wordt er gevraagd om een website of een URL. Hier vullen we joinmyserver.com in. Deze heeft ook een website, maar dat is nu niet relevant. Het gaat er puur om dat dit domein verwijst naar de server. Je kan wel een drive letter kiezen. Dat is verplicht. Je moet sowieso een drive letter kiezen die vrij is, maar in principe maakt het niet uit welke je kiest. Port 21 is standaard, er hoeft verder niks veranderd te worden. Het enige wat je niet moet invullen is je gegevens die je eerder hebt gekregen, zoals bijvoorbeeld Tom, met het wachtwoord. Optioneel kan je nog aanvinken of je automatisch inlogt als het systeem start en dat NetDrive ook mee start. Dit kunnen we opslaan. En als we eerst hier bij mijn computer kijken, zien we nog verder niks bijzonders. Maar zodra we nu op Connect klikken, zie je dat er een extra schijf wordt gemaakt en automatisch gemount. In ons geval dus, in mijn geval de Z-schijf. En nu kan je deze schijf gebruiken alsof het een extra schijf is in je systeem onder Windows. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat dit je geholpen heeft. Bedankt.